is een mooi shot, zeg. De Raad van State. Bij de Raad? Maar we moeten wel een beetje gecentreerd zijn. Wacht, wow. De Raad van Raten. Vraag over de Raad van State. Ja, en we worden bijna aangereden. Wow. What? Is natuurlijk ook wel een beetje een schimmig spel. Discutabel, hè? Die hand wil ik weer niet. Nou ja, mag wel in beeld open, maakt het uit. Zullen we even beginnen met je hand? Kun je een duim opsteken nog? Ja hoor. Ja, wetenschap. Maar ik raad het niemand aan, dank je. Nee. Sander is druk met zijn telefoon. We zijn onderweg naar de Raad van State. Ja, vlakbij het Binnenhof. Vroeger zaten ze ook op het Binnenhof. Nog steeds hebben ze kantoortjes. Ja, precies. Op het Binnenhof in Den Haag zitten niet alleen de Tweede en de Eerste Kamer, maar vergadert ook iedere woensdag de Raad van State. Daar hebben we een aantal vragen over binnengekregen en dat is natuurlijk heel erg logisch, want... Ton de Graaf wordt vicepresident van de Raad van State. Precies. De opvolger van Piet Hein Donner. Staat mee te feliciteren omdat u beweert iets te weten. En nu geeft u al toe dat u dus kletst uit uw nek uit. Wie was het voor Piet Hein Donner eigenlijk? Herman Tjenk Willink. Minister van Staat Herman Tjenk. Willink. Oh, dit is killing. Dit is gewoon onze hele shot. Plantjes moeten water. Nu gaan we echt beginnen om de vraag te beantwoorden. En hij zet op zijn watermotor aan en we gaan lekker planten water geven. Een ogenblik geduld alstublieft. We zijn 8 minuten verder. Oké. Okay. Ja, ja. Nou. Ja. Nee. Ja. Question. Hij is eigenlijk een beetje de baas van... de meer dan 70 leden van de Raad van State. Die heeft de dagelijkse leiding over de Raad van State. En de Raad van State, dat is een van de oudste instellingen in Nederland, al uit 1531. En ja, die heeft een hele belangrijke taak. Ja. Eigenlijk twee belangrijke taken. Het is de hoogste algemene bestuursrechter en beslist bijvoorbeeld bij de verbreding van een rijksweg. Het is eigenlijk een soort rechter ook. Dus als je als burger problemen hebt met een uitspraak van de overheid of iets wat de overheid jou aandoet, kan je naar de Raad van State en uiteindelijk kunnen die dan uitspraak doen. Daarna kan het niet meer verder. Houdt het op. Dan houdt het op. Eindoordeel. Ja, dat is eigenlijk de hoogste instantie als je wil vechten met een van de onderdelen van de staat. En het is dé onafhankelijk adviseur van de regering. Dat is nooit bindend. Nee, uiteindelijk kan de Kamer dat of het kabinet dat ook negeren. Klopt. Ze kunnen zeggen van, hey, heb je daar wel goed over nagedacht? Ja. En dat vinden we niet zo logisch. En dat is eigenlijk in strijd met de grondwet. Is het uitvoerbaar ook? Ja, 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 ja. Dit is een beetje zo'n shot als Rambo en Rambo. Ken je dat? Ja, precies. Rambo! Ja? Er komt wat leuks. Wat dan? Uiteindelijk werd Ton de Graaf het dus. De Graaf was onder meer fractieleider van D66 in de Tweede Kamer en minister. En leidt nu de fractie in de Eerste Kamer. Het lijkt me wel een beetje schimmig spel te zijn geweest. Het is natuurlijk ook wel een beetje schimmig spel, maar dat hoort er ook bij. Een beetje discutabel, hè? Want D66 zou dus de benoeming hebben afgedwongen tijdens de formatie. Ja. Zo van, wij zijn een keer aan de beurt. En dan moet de D66-minister van Binnenlandse Zaken de benoeming gaan regelen. Schimmerspel wordt dit. Nou, ik weet niet of alle sollicitaties bij de NOS ook openbaar zijn en dat iedereen zich dan uitspreekt. Dit is een publieke topfunctie. Dit is een publieke topfunctie. In de wet op de Raad van State, hè, voor de Raad van State is een aparte wet, daar staat dat de vicepresident wordt benoemd. Vicepresident van de Raad van State, de enige topfunctie waar de Kamer niets over heeft te zeggen. Oh god, daar gaan we weer. Wel leuk dat je blijft kijken. Het is altijd wel wat gerumoer, er zijn ook altijd wel mensen die zeggen het kan anders, het moet anders, maar... We zijn weer terug. Het apparaat staat eindelijk uit. Het hele proces, ook weer hoe het nu een beetje is gegaan, verdient misschien niet helemaal de schoonheidsprijs. Nee, maar dat... Dat kan een transparantie winnen. Dat is waar, maar schoonheidsprijzen, daar zitten we hier niet voor. Dan denk ik dat je verder het land in moet dan Den Haag. Is het dus logisch dat bijvoorbeeld kijkers of mensen in het land hiervan denken, jeetje, wat is dit voor een rare achterkamertjes toestand? Ik denk dat je moet vaststellen dat de benoeming van de vicepresident van de Raad van State wel iets is wat nog geregeld wordt via een soort oud stramien. Dat regelen de mensen in het kabinet die daar een beetje macht hebben, die regelen dat onderling wel. Het belangrijkste is, werkt het uiteindelijk goed en levert het mensen op die capabel zijn? En ik ken de nieuwe vicepresident en het is wel een man die zijn sporen heeft verdiend.
die had ook nog een kritische noot op de vorige aflevering. Nou, ik vond het vorige aflevering dus superleuk dat jullie achter de schermen waren in die dealing room. Ik heb het uiteindelijk gewoon niet ingemonteerd, want op een gegeven moment werd het vlog gewoon te lang. Het is daar heel exclusief. Het is een beetje een soort geheime kamer bij financiën. Ja, maar jij komt er binnen met je cameraatje. Laat er dan wat van zien. En oh ja, trouwens, omdat Marleen nu namelijk op vakantie is in Canada, gaan we terug in de tijd. Gaan we even terug naar vorige week, hebben we en meer dealing room en Marleen erbij. De winst. Hey jongens, zijn jullie er klaar voor? Dit is de plek waar de dealers, de mensen in de dealing room, we zijn nu in de dealing room, in de gaten houden wat er op de markt gebeurt. Waarom mogen we hier nou eigenlijk nooit komen? Wij houden hier natuurlijk de markt in de gaten. Jullie zijn dan traders of zo? Yes. Ja. En wat doe je dan de hele dag? Is dat we ervoor zorgen dat eigenlijk aan het eind van de werkdag het saldo van de Nederlandse staat zo dicht bij nul zit als mogelijk. Okay. En dat doen we bijvoorbeeld door ofwel geld aan te trekken of uit te zetten. Mm-hmm. We krijgen rond de 24e van de maand gaat er heel veel geld uit. Dat komt omdat dan de ambtenaren salarissen onder andere worden betaald. Aan het eind van de maand komt er heel veel geld binnen omdat de belastingen dan binnenkomen. En eigenlijk die schommelingen proberen wij hier op te vangen. Heel veel geleerd. Goed om te zien dat het onze schuld in goede handen is. Maar volgens mij beseffen die mensen zichzelf ook bijna niet wat ze, met hoeveel geld ze de hele dag gaan betalen. Ja, het gaat natuurlijk om ongelooflijke bedragen. Oh, we hebben net 1,5 miljard. Okay. Zo. Ik zag die zonnestraal. Ik dacht, ik pak hem heel even. Volgende week al de laatste Kamerweek. Precies, dan is het dus op donderdagavond, vrijdagochtend is het dan een reces. Gaan we niet in Vraag Den Haag 4 doen, maar doen we gewoon een live sessie. Om heel veel vragen die we de afgelopen week hebben binnengekregen. Heb je geen zin om te monteren? Eigenlijk niet. Nee, omdat het ook leuk is. Om via Facebook en YouTube. Via Facebook en YouTube. Misschien wel weer. Vorig jaar zaten we toen live in Percentrum Nieuwsport, waar dan dus ook het feest is. Hè? Volgende week donderdagavond, dus we communiceren het nog even op onze Instagram accounts. Xander van der Wulp NOS, Vincent Rietbergen. Dank weer. Graag gedaan. Waarom is de koning nog steeds de eindbaas eigenlijk? De koning is sowieso de eindbaas. Ja, dat is gewoon een koning. Daarom is het gewoon een koning. Ja, daar is de koning voor, hè?